dit soort datacenters. Er hangt vaak een beetje een negatieve sfeer omheen. Maar we kunnen de kracht van de digitale economie, de kracht van de digitale infrastructuur heel goed benutten in Nederland. Ik ben hier vandaag bij de Amsterdam Internet Exchange. En leuk weet je, het eerste internetbericht vanuit Amerika kwam hier aan. Dus er ligt hier een ontzettende mooie basis om op voor te bouwen. Wij zijn een internet exchange. En een internet exchange is een van de manieren waarop je internetverkeer efficiënt kunt afhandelen. Als je zelf naar een YouTube filmpje kijkt of TikTok of gebruik maakt van systemen op school, bijvoorbeeld de universiteit. Grote kans dat dat over ons platform gaat. We hebben vandaag met de minister gesproken over Nederland als hubfunctie. En dan met name de hubfunctie van onderzoek, maar ook de kant echt van het internet. En daarvoor is het heel belangrijk dat we samen met het ministerie werken op het gebied van bijvoorbeeld het aanlaten landen van zeekabels, maar ook een goed gezond klimaat voor de digitale infrastructuur. Als je kijkt naar de grote digitale hubs, zoals we dat noemen in de wereld, dan is Nederland niet de allergrootste. We doen het heel erg goed. Maar onze kracht zit vooral in dat wij nadenken over hoe we met minder energieverbruik toch kunnen zorgen voor de volgende ontwikkeling in de digitale economie. Kunnen we minder energie gebruiken? Kunnen we minder reizen? Kunnen we efficiënter omgaan met de footprint die wij hebben? Dat kunnen we niet alleen, dus ook daarom werken we echt samen met partijen als SURF, maar ook de overheid. We hebben het vaak over internet en vaak een beetje in de sfeer van wat de risico's zijn van gebruik van internet. Maar het gebruik van data, gebruik van internet heeft heel veel kansen. Kansen voor het bedrijfsleven, kansen voor de zorg, kansen voor het onderwijs, voor de wetenschap. Het creëert banen voor het mooie Nederland van de toekomst, waar we ook op een verantwoorde manier ons geld kunnen blijven verdienen.